Het cashkwadrant van Robert Kiyosaki. Wat is het en hoe kan het jou helpen in jouw financiële toekomst? De antwoorden erop krijg je in deze video. Goedenavond dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en vandaag gaan we kijken naar het cashkwadrant, een model van Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki heeft ook een boek geschreven, Rich Dad, Poor Dad, waarin hij omschrijft hoe zijn eigen vader, de Poor Dad, en de vader van een vriend van hem, de Rich Dad, wat nou de verschillen waren en waarom die ene man nou rijk is geworden, terwijl zijn eigen vader eigenlijk altijd arm bleef. Dit boek heeft omgezet of maakt hij gebruik van dit cashkwadrant. Wat is het nou precies? Het is als volgt. Het is een kwadrant, dus een vierkant eigenlijk. Verdeeld in vier vlakken. Linksboven staat de W van werknemer. Linksonder staat de Z van zelfstandige of ZZP'er. Rechtsboven zien we de O van ondernemer. En rechtsonder zien we de I van investeerder. Dus dit zijn eigenlijk vier vormen van mensen, hoe je ze kunt indelen, hoe ze zijn geld verdienen. Kijken we nou naar het linker gedeelte. Zoals aan de kleur te zien, het gedeelte waar je liever eigenlijk niet zou zitten. Waarom is dat nou? Nou, daar zit toch 95% van de mensen valt aan de linkerkant. Maar deze mensen hebben eigenlijk maar 5% van het totale vermogen dat er is. Kijken we nou naar de rechterzijde van het kwadrant, dan zien we daar het groen, dus dat is de goede kant. Daar zit dus maar 5% van de mensen, maar zit wel 95% van het vermogen. Dus de rijke mensen vallen onder de ondernemers of onder de investeerders. Nou, wat zijn nou de kenmerken van al deze soorten in het cashkwadrant? Kijken we dan naar het eerste vak, linksboven, de W van werknemer. Je ziet dat hij eigenlijk maar één van de vier eurotekentjes mee naar huis neemt. Dat wil dus zeggen dat een werknemer meestal niet het meeste geld zal verdienen uit deze cashkwadrant. Wat houdt het in? Ja, je hebt werk, je hebt een baan. Je doet gewoon je ding gedurende de 30 tot 40 uur in de week. Je krijgt daar een vast bedrag voor. Maar je kunt niet profiteren als je harder werkt of noem maar op. Kenmerken zijn dus dat je tijd omzet in geld. Dit heb ik ook al verteld in de video over passief inkomen. Zolang je werkt en je een baan hebt, zet je eigenlijk altijd je tijd om in geld. Ieder uur dat je werkt, krijg je geld. Werk je minder of werk je niet, krijg je geen geld. Werk je wat overuren, heb je wat extra. Je hebt dus eigenlijk altijd te maken met een uurloon. En een belangrijk kenmerk is eigenlijk dat altijd de scholing heel belangrijk wordt gevonden. Zeg altijd van, ja, zorg dat je naar school gaat, dat je een goede opleiding volgt, dat je een diploma haalt. En als je dat eenmaal hebt, dan kun je een baan gaan zoeken die ervoor zorgt dat je een mooi inkomen hebt. Nou, welke vormen van baan of welk werk valt nou eigenlijk onder die W van werknemer? Je kunt denken aan een receptionist, een accountmanager of een vuilnisman. Alle drie deze vormen hebben te maken met een salaris, waardoor dus je eigenlijk je tijd gewoon omzet in geld. Kijken we nou naar het tweede vakje van het cashkwadrant, de Z van ZZP'er of zelfstandige. Dan zie je dat hij inmiddels al 2 eurotekentjes heeft. Zelfstandige verdient meestal net wat meer dan een werknemer. Is wat onafhankelijker, daarom kiezen ze vaak voor om zelfstandig te zijn, omdat ze niet zo graag naar andere mensen willen luisteren. Maar je hebt eigenlijk geen werk, jij bent je werk gewoon. Stel dat je loodgieter bent, jij bent de servicemonteur eigenlijk, dus als jij niet werkt, dan komt er geen geld binnen. Dus je gaat het niet naar je werk eigenlijk, jij bent gewoon je werk zoals gezegd. Kenmerken hiervan zijn eigenlijk hetzelfde bij een werknemer. Je zet je tijd om in geld. Iedere keer dat je een uur werkt, kun je een uur declareren en heb je dus een inkomen. Het komt dus neer op je hebt meestal een uurloon waar je mee werkt. En ook hier is de scholing belangrijk. Ga naar school, volg een opleiding, maak hem af in ieder geval, zorg dat je diploma hebt. En met dat diploma ga je dan bijvoorbeeld zelfstandige loodgieter worden, zoals gezegd. Andere vormen van zelfstandige of ZZP'ers zijn bijvoorbeeld een tandarts. Die heeft dan een wat moeilijkere studie, een wat duurdere studie ook vooral. Bouwvakkers, die ook steeds vaker dat ze ZZP'er zijn. Maar ook gewoon freelancers met designwereld, noem het maar op. Die zijn vaak ook ZZP'er. Gaan we naar het derde vakje, de ondernemer. Inmiddels zijn we weer aan de rechterkant beland. Het groene gedeelte waar je dus graag wil zitten. En hebben we 3 van de 4 eurotekentjes. Dus
Een ondernemer verdient weer wat meer dan de ZZP'er. Wat is nou het verschil tussen die ondernemer en die zelfstandige? Een ondernemer heeft ervoor gezorgd dat je een systeem heeft waarin mensen werken voor hem. Het systeem houdt dus in waar de zelfstandige nog zelf moest werken om een uurloon te hebben en dus een inkomen. Is de ondernemer vaak niet meer van belang dat hij aanwezig is. Stel hij gaat een maand of 2 maanden op vakantie, dan gaat zijn bedrijf toch wel door. En dit komt erom dat hij, hij heeft mensen om zich heen verzameld. Hij heeft een systeem opgebouwd en die mensen weten wat ze moeten doen. Die hebben zijn leiding niet meer nodig en het bedrijf draait eigenlijk toch wel. Een ander kenmerk is dat hij niet langer tijd eigenlijk omzet in geld, maar geld omzet in geld. Of eigenlijk omzet geld gebruikt om meer geld te maken, zo moet ik het zeggen. Hij huurt misschien wat andere mensen in, hij investeert in zijn bedrijf. En dit geld zorgt ervoor dat hij op lange termijn meer geld verdient. En het is dus ook een vorm van passief inkomen eigenlijk. Zoals gezegd, een zelfstandige als hij 2 maanden op vakantie gaat, dan moet hij zijn zaak sluiten, want hij is er zelf niet. En heeft hij geen inkomen. Terwijl een ondernemer, zoals gezegd, makkelijk 2 maanden weg moet kunnen gaan zonder dat zijn bedrijf eronder te lijden heeft. Het bedrijf gaat gewoon door, de winst wordt gewoon gemaakt. Dus hij heeft eigenlijk gewoon een vorm van passief inkomen. Vormen van een ondernemer kunnen zijn iemand met een eigen restaurant, waarin het personeel de keuken gewoon draaiende houdt en de service ook. Een hotel, eigenlijk hetzelfde. Of een fabriek. Misschien is hij daar de directeur en is hij wel zelf elke dag aanwezig. Kan ook zijn dat hij die directeursrol uitbesteedt aan iemand anders. En hoef je dus gewoon niet aanwezig te zijn en gaat het bedrijf toch door. Als laatste kijken we dan naar de investeerder. Nog steeds aan de goede kant van het kwadrant. En inmiddels zijn we dus bij 4 euro tekentjes van de 4. Dus hier wordt het echt grote geld verdiend. Hetzelfde als bij de ondernemer werkt je geld hier voor jou. Het enige verschil is dat je het niet meer in je eigen bedrijf steekt, maar investeert in andere zaken. Kenmerken van een investeerder. Mensen werken voor jou. Ik denk dat ik dit weg had moeten halen. Maar het kan op zich ook wel van toepassing zijn. Stel je investeert in verschillende bedrijven. Niet eens je eigen bedrijf. Maar dan werkt bijvoorbeeld die werknemers ook voor jou eigenlijk. Maar wat wel dus blijft gelden is geld gebruik je om geld te maken. Misschien gebruikt deze investeerder geld om te investeren in aandelen bijvoorbeeld. Nou, hij stapt er 100.000 euro in. 8% gemiddeld rendement per jaar op aandelen. Aan het einde van het jaar heeft hij dus 108.000 euro. Het is ook een vorm van passief inkomen. Omdat hij er niet per se tijd in hoeft te steken om meer geld ervan te maken. Heb je dus niet je tijd nodig daarvoor, maar je geld. En is het dus passief inkomen op de lange termijn. Voorbeelden van investeerders zijn mensen die het beleggen. Dit kan op kleine schaal zijn, kan ook op grote schaal zijn. Je kunt ook beleggen in aandelen bijvoorbeeld, maar je kunt ook in vastgoed gaan investeren. Of je wordt durfkapitalist en gebruikt dus je geld om in een start-up te investeren. Iets hoger risico, maar zorgt er ook voor dat je een hoger rendement hebt. Of dat je aandelen krijgt in het bedrijf en op lange termijn dus goed geld kunt verdienen. Dat is ook de reden dus waarom investeerders 4 van de 4 euro tekentjes hebben. Omdat hier gewoon het grote geld eigenlijk wordt verdiend. En het een hele mooie vorm is van passief inkomen. Waarom is nou de I van investeerder een hele mooie vorm van passief inkomen? Dat komt eigenlijk omdat, maakt niet uit of je nou bij de W, de Z of de O hoort. Als je geld apart zet om te investeren, kun je ook in het rechterhoekje vallen als investeerder. Je kunt dus investeerder zijn naast je gewone werk. Of je nou werknemer bent, zelfstandig of een ondernemer bent. Maakt niet uit, maar in alle drie de vormen verdien je geld. En als je dat geld nou gebruikt om te investeren, kan het dus zomaar zijn dat je werknemer wordt en investeerder. En bouw je misschien wel in de gedurende paar jaar een mooi vermogen op dat je kunt stoppen om als werknemer te gaan werken. En stap je over naar ZZP'er, ga je voor jezelf beginnen. Heb je een hoger uurloon, heb je meer inkomen, bouw je het ook op. Geld dat je verdient, investeer je verder. Dan kan het weer een paar jaar duren bijvoorbeeld dat je ondernemer kunt worden. Het werk dat jij dan deed, huur je iemand voor in om jouw werk over te nemen. En jij gaat zelf weer zorgen dat je meer werk binnenhaalt. Vervolgens huur je weer iemand in en zo bouw je eigenlijk je bedrijf uit.
Totdat je gewoon zelf niet meer nodig bent binnen je bedrijf en echt ondernemer bent dus. En dan heb je eigenlijk de twee vormen van passief inkomen. De eerste passief inkomen vorm komt uit je eigen onderneming. En het tweede komt uit het investeren. Tot zover deze video over het cash kwadrant van Robert Kiyosaki. Ik hoop dat je hebt geleerd aan welke kant je moet zitten eigenlijk. Aan welke kant je liever niet wil zitten. En welke stappen je kunt ondernemen om het kwadrant door te lopen. En dus meer geld te gaan verdienen. Dit was dan de laatste video ook meteen in een serie van 6 video's. Die ik de titel heb gegeven Basis voor de Toekomst. In deze 6 video's wil ik kort uitleggen hoe je nou aan je toekomst kunt werken met verschillende onderdelen. De 6 video's geven je dan een blik wat je moet doen. Ze leren je waar je op moet letten. Wat de impact is vooral van een paar beslissingen die je neemt. En als je nou in je jonge jaren die beslissingen goed neemt, wat het effect dan is op de lange termijn. De eerste video in deze serie ging over passief inkomen. Heb ik ook in deze video een paar keer genoemd. Dat het meer is dan uurloon, dus niet je tijd omzet in geld, maar je geld omzet in geld. Of dat je je tijd vooraf investeert en dat je naderhand geen tijd meer hoeft te steken in het product. Stel je schrijft een boek. Zodra het boek geschreven is, kun je het 1 keer per dag verkopen. Je kunt het 100 keer per dag verkopen of 1000 keer per dag verkopen. Maar als je nou 1000 keer verkoopt, kost het je niet meer energie dan die ene keer per dag. Dus dat is een mooie vorm van passief inkomen. De tweede video ging over het NBIM. NBIM is een Noors staatsfonds. Die zijn 22 jaar geleden begonnen met geld apart zetten. Namens het Noorse land gewoon, de olieinkomsten. En dat geld gebruiken ze om te beleggen. Na 22 jaar hebben ze het zo uitgebreid dat ze inmiddels een fonds hebben van 1000 miljard dollar. In deze video kan ik dus probeer ik je bij te brengen hoe je klein kunt beginnen en als je tijd neemt en zorgt voor spreiding en een buffer, hoe je dan op de lange termijn gewoon een vermogen kunt opbouwen en zorgt dat je financieel onafhankelijk wordt. De derde video ging over het budget. Budget als het begin eigenlijk van alles. Waarom is een budget nou zo belangrijk? Ja, een budget is niet alleen iets voor de armen, maar juist misschien ook wel voor de rijke mensen die gebruik maken van een budget. Een budget heb je eigenlijk zorg ervoor dat je overzicht hebt in je inkomsten en uitgaven. Je kunt een planning maken, je ziet de impact van hoe je je geld verdeelt. En je kunt dus ook gaan plannen op de lange termijn. Zet wat geld apart voor jezelf om te investeren. En dit budget zorgt er gewoon voor dat je jezelf motiveert, want je ziet wat de invloed daarvan is op lange termijn. Zoals gezegd, zijn ook vooral rijke mensen die gebruik maken van een budget. De vierde video ging over waarom nou rijke mensen steeds rijker worden. Nou, rijke mensen gebruiken een budget en gebruiken ook investeringen of hebben een passief inkomen. Maar al deze vormen van dingen die ze doen en die in andere video's worden uitgelegd, dus zorgen ervoor dat je op lange termijn steeds rijker wordt. Dit heeft ook te maken met samengestelde interest. Heeft dus te maken met een budget, heeft te maken met passief inkomen. En ja, ze denken gewoon aan de toekomst en plannen er ook naar. En leven er ook naar, ook een belangrijk punt trouwens. De vorige video ging over samengestelde interest, oftewel rente op rente. Wat is nou samengestelde interest? Ja, elk jaar krijg je eigenlijk rente op de rente. En het grote verschil tussen arm, modaal of rijk is of jij nou telkens rente betaalt of dat je de rente gaat ontvangen. Wat is nou belangrijk met samengestelde interest? Dat is tijd. En in deze video kijk ik dus rente en tijd, wat dat op lange termijn jou op kan leveren als je geld investeert. Bijvoorbeeld in aandelen tegen 8% rente per jaar. Wat heb je dan opgebouwd na 30 jaar in plaats van dat je spaart bijvoorbeeld, maar dat je dus investeert. En als je nou iets wil kopen op afbetaling, wat kost het je nou eigenlijk echt? En is het dan nog wel zo nuttig? Zoals gezegd, tot zover deze video. Meteen de laatste video in een reeks van 6, de basis voor de toekomst. Volgende week ben ik weer terug met een nieuwe video. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan even een duimpje. En laat een reactie achter. Zeg even wat je ervan vond. Heb je nog een opmerking? Heb je nog een vraag? Of heb je misschien een suggestie voor een volgende video? Dan kijk ik zeker jullie reacties aan. Ik reageer erop en ik neem het mee voor de volgende video. Tot zover bedankt en tot volgende week vrijdag.